Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Winter in het Openluchtmuseum. Een aantal afleveringen geleden hebben we de geschiedenis van het schaatsen onderzocht. En iets wat daar natuurlijk bij hoort is de Elfstedentocht. Helaas is het al dik 20 jaar geleden dat de laatste tocht gereden werd. Maar gelukkig gaat de Elfstedentocht in het museum wel door. Hallo allemaal, mijn naam is Tess en ik neem jullie de komende weken mee door het museum. Vandaag gaan we weer iets heel erg leuks doen, want it heat on. Hopelijk komt het dit jaar een Elfstedentocht, maar waarschijnlijk niet. Gelukkig kun je hem altijd volgen in het museum. En ik ga jullie hier vandaag wat meer over vertellen met Elfstedentocht-expert Yvonne. Hoi! Jij bent Yvonne van de Elfstedentocht, of niet? Ja, dat klopt. Oké, okay. Wat gaan we vandaag doen? Waar gaan we beginnen? We gaan vandaag de Elfstedentocht doen, dus ik heb voor ons al de stempelkaarten geregeld. We gaan net als bij de echte Elfstedentocht gaan we in iedere plaats een stempel zetten. Dit zijn ook de kaarten die eruit zien zoals die in 1985 eruit zagen. Oké, okay, vet. En ik heb een plattegrond voor de route. Dus wij gaan beginnen in Sneek. Top, gaan we. Leuk. De Elfstedentocht is een schaatstocht van bijna 200 kilometer door Friesland. De tocht komt door, zoals de naam al zegt, 11 Friese steden. Het moet flink vriezen voordat het ijs dik genoeg is. En daarom kon de tocht de afgelopen 100 jaar maar 15 keer worden gereden. De Elfstedentocht is alleen voor de echte doorzetters. Dus ik ben benieuwd of Tess de test doorstaat. En met een welverdiend kruisje naar huis toe gaat. Trouwens, dat in 86... koning Willem-Alexander mee heeft gedaan. Echt waar? Ja, natuurlijk niet onder zijn eigen naam, want hij was heel erg bang dat er heel veel pers op af zou komen. Maar hij heeft hem helemaal uitgeschakeld. Dit is onze eerste stemming, Sneek. Oké. Okay. En Sneek staat bekend omdat het Kluun stad is. Maar als het ijs ergens beschadigd is, niet dik genoeg is, ja, dan moeten de schaatsers even met de schaatsers het land op een stukje eromheen en dan kunnen ze weer verder schaatsen. En dat wordt Kluun genoemd. Oké. Okay. Dat mogen wij doen. Oké. Okay. Goed om te weten is dat je de Elfstedentocht tijdens de winterperiode alleen in de weekenden kunt volgen. We hebben het Kluun volbracht, dus nu mogen we gewoon stempelen. Nou top, ik heb mijn eerste stempel te pakken. Nou en waar gaan we nu dan heen? We gaan nu naar Elf. Oké, okay, en wat gaan we daar doen? We gaan daar meten hoe dik het ijs is. Want de Elfstedentocht kan alleen doorgaan als het ijs dik genoeg is. En daarvoor moet het 15 centimeter dik zijn. En je moet een vraag beantwoorden. Hoe dik denk jij dat het ijs moet zijn? Ja, nou, dat is makkelijk. Dat is makkelijk, inderdaad. We kunnen meteen stempelen. Oké, okay, top. In Friesland hebben ze ook een speciaal brood wat daar vandaan komt. En dat is onze volgende vraag hier in Sloten. Weet je wat voor brood dat is wat hier in de etalage ligt? Nou, ik denk dat ik het wel weet, want ik vind het heel erg lekker. Maar dat gaan we natuurlijk nog niet verklappen. Dus nou, ik denk dat ik mijn stempel wel kan halen al. Ja, dan gaan we hem pakken. Nou, in de vorige video heb ik jullie verteld dat schaatsen vroeger glissen werd genoemd. En dat werd dus op dit soort schaatsen gedaan. Het is eigenlijk gewoon een bot. Het gebouw wat in de Elfstedentocht zit, wat ik echt werkelijk uit Friesland kom. Oh, oké. Okay. Het hinderlopen. Butcher, Brea en Grine Cies, wat dat net Siesekin is gein op Rioch de Vries. Nou, ik denk niet dat ik het helemaal goed heb uitgesproken. Het klinkt bijna goed, Tess. Nog heel even oefenen. Maar wat betekent Cies? Thee, kaas of skis? Ik zou het niet weten. Ik denk misschien skis. Nou, ik weet inmiddels het antwoord, dus op naar Borkum. Hallo. Hoi. Wil je een broodje bakken? Ja, heel graag. Prima. Nou, ze staan al klaar. Je gaat lekker stokbroodje bakken. Top. Heerlijk deeg. Neem hem mee naar buiten, de vuren staan al klaar. Hou hem boven het vuur. Goed draaien, is hij lekker bruin, dus dan mag je gaan smullen. Oké, okay, heel erg lekker, dankjewel. Gaan we doen. Nou, het duurt wel even, maar dan heb je wel ook echt iets. Hij is nog heel heet, maar ik ga proeven. Het is heel erg lekker. Het smaakt zeker heel goed. Aanrader. Nou, ik heb weer een stempel verdiend. Hoe je je Elfstedenkruisje kunt verdienen, gaan we natuurlijk niet tot in detail verklappen. Daarvoor zul je toch echt een keer een kijkje moeten nemen in het museum. Nou, hier heb ik al de hele dag op gewacht. We gaan eindelijk sleeën. Vroeger, als het gesneeuwd had,
Ja, dan ging iedereen meteen met zijn sleeën naar heuvels om daar vanaf te sleeën. En hier in Arnhem had je heel veel heuvels. Ja. Het was zelfs zo dat in de jaren 30 had je in Velp en in de Steeg had je al rode banen waar echte kampioenschappen werden gehouden. Echt waar? Ja. Trots op. Yvonne, heel erg bedankt dat jij mij hier doorheen hebt willen loodsen. Ik denk niet dat ik genoeg conditie zou hebben als de Elfstedentocht echt in Nederland zou komen, maar je weet maar nooit. Volgende week gaan we het hebben over gezondheid, dus kijk de video ook even zeker. En dan sluiten we hem hierbij af. Heel erg bedankt voor het kijken.